Toen ik de route met collega's uitzette, was ik zelf in verwachting. We wilden per se een familieroute maken die voor jong en oud toegankelijk is. Ook met de rolstoel of met een rollator. Kinderen willen niet alleen wandelen om het wandelen. Dat merk ik aan mijn dochter Manon. Daarom loopt de route langs een speelbos, een kabelbaan, een zandvlakte en een waterplas. Zo verveelt dat nooit. Buitenspelen is zo belangrijk. Kinderen ontdekken hoe leuk het is om in de natuur te zijn. En als je het leuk vindt, ga je het koesteren. Als we in de toekomst willen dat er een generatie is die de natuur beter beschermt, dan begint dat hier met buitenspelen.